De verschillende parlementariërs van zowel de oppositie als de coalitie vinden het percentage van 15% voor de BTW te hoog. Minister Armand de Gijbersing van Financiën en Planning gaf gisteren in het parlement aan dat de belasting op 11,5% zal worden uitgerekend. Volgens Xiang Rui Wang, DNA-lid van de VHP, is het inhoudelijke van BTW al ingewikkeld. Hetgeen moet worden betaald, moet daarom duidelijk worden gecommuniceerd naar vooral de ondernemers. Wang geeft verder aan dat het erop lijkt dat de informatie niet aankomt bij de samenleving. Volgens Jennifer Vreedzaam, DNA-lid van de NDP, moet de introductie op de juiste manier plaatsvinden en zaken moeten goed worden aangepakt. De belasting wordt nog steeds in een negatieve sfeer gebracht. Hieraan moet verandering komen en adviseer de regering om een grootschalige awarenesscampagne op te zetten. Zodanig dat wanneer je links kijkt, zie je BTW, en wanneer je rechts kijkt, zie je BTW. Alle partners moeten aan boord. In het kader van deze wetgeving zijn zoveel partners en actoren gehoord en gevraagd naar hun bijdrage. Meneer de voorzitter, eerder heeft de regering te kennen gegeven dat ze de definitieve keuze van tarief met inachtneming van de inflatoire effecten spoedig aan het college zou voorhouden. Als we de zaken niet goed in place hebben, als we het geen goede oplossingsmodel hebben, voorzitter, zal deze zaken natuurlijk een inflator kunnen hebben, een effect kunnen hebben op onze producten. En dat is een heel belangrijke zaak. Ik vraag nogmaals om te kijken naar de lijst van vrijstellingen en een nultarief, voorzitter, maar ook de subsidie. De subsidie zal nog een extra schakel teweeg brengen, ook in het systeem, om dan ook weer de zaken te gaan berekenen. Volgens Obed Kanapé, fractieleider ABO PL, zijn er beperkingen in de wet. Het lijkt erop dat er wordt getwijfeld aan de capaciteiten van onze Belastingdienst om deze wet te kunnen dragen of uit te voeren. NDP-parlementariër Stefan Sang vindt de planning om de wet te implementeren zeer ambitieus en dus niet realistisch. Maar dat moet ons niet weerhouden om te beginnen, want wanneer je begint heb je eigenlijk een punt of een situatie gecreëerd waarop je altijd terug kan vallen om beter de volgende keer te kunnen zijn. Meneer de voorzitter, we willen de vraag stellen, ook als we aan de minister, aan onze Belastingdienst, als het gaat om het implementeren van BTW in, vanaf januari 2023. Wat allemaal noodzakelijk is aan manpower om dit te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben nagenoeg alle stakeholders ervoor gewaarschuwd dat de wet niet breed gedragen wordt. Simpelweg vanwege het feit dat buiten de afspraken diezelfde stakeholders de wet is gelijk naar DNA gestuurd voor behandeling in het openbaar. Sterker nog, terwijl de wet in behandeling was bij staatsraad, is het al naar DNA gestuurd. En het zijn de stakeholders, het bedrijfsleven, die de inning voor de overheid zullen moeten doen. Overigens, voorzitter, vanmorgen kreeg ik het document in handen getekend door de VSB, KKF, ASFA, ACMOS, PWO, C47, CLO, SQUA, VALS en de Moederbond, dat ze goed onderbouwd voorstellen hebben gedaan voor wijziging van de BTW-conceptwet. Deze wet die hier in behandeling. De diverse organisaties die NDP-parlementariër Sang opnoemde, hebben schriftelijk te kennen gegeven dat ook zij 15% BTW, zoals staat in de ontwerpwet, te hoog vinden. De organisaties stellen dat de BTW kan beginnen bij 5%. De behandeling van de ontwerpwet Belasting over Toegevoegde Waarde 2022 is vandaag voortgezet.